Een tweede plek op de ranglijst van best bezochte pretparken van Nederland is natuurlijk helemaal niet slecht. Maar Slagaren heeft deze positie bereikt door leugens te verspreiden over bezoekersaantallen. Het is allemaal de schuld van de directeur die vorig jaar oktober is vertrokken. De huidige directeur erkent de onwaarheden. Uh, ik kan het niet, uh, niet goed herleiden waarom er andere cijfers zijn aangegeven dan uh, dat dan wij in de afgelopen jaren gehad hebben. Wat ik wel weet dat wij 2014 met 1,1 miljoen bezoekers zijn, zijn geëindigd. En dat is ja zijn we heel erg trots op als Park. Maar in de cijfers die het park zelf naar buiten bracht, werden de afgelopen jaren honderdduizenden tot wel een half miljoen bezoekers bijgeteld die er in werkelijkheid nooit zijn geweest. Het Nederlands Bureau Toerisme en, en Congressen en ook onze branchevereniging die, die stellen ons vragen: is het seizoen goed gegaan of niet? Ja, daar antwoorden wij nu op dat het 1,1 miljoen bezoekers is geweest. Zo simpel is het. U geeft gewoon zelf de getallen aan. Ja. En dan kunt u maar invullen in principe wat u wil. Nou ja, dat, dat lijkt er wel op. En ja, ze moeten er ook vanuit kunnen gaan, denk ik. Maar dat konden ze dus toch niet. Welk voordeel heeft een attractiepark nou bij het verstrekken van te hoge bezoekersaantallen? Ja, is, is ook voor mij moeilijk in te schatten. Het is, het is lastiger om elke keer vragen te moeten beantwoorden als er twijfel is over hoge bezoekersaantallen, dan dat het gewoon uh, is om de waarheid te vertellen. Dus uh, ja, daar wil ik het even bij, bij laten, want ik kan heel moeilijk speculeren over hetgeen wat er in het verleden gebeurd is. Omdat u het niet zelf gedaan heeft? Ik heb het niet zelf gedaan. Ik ben Sinds, uh, ja, sinds vorig jaar, oktober, uh, heb ik de eer om in Slagaren te mogen werken in het attractie- en vakantiepark. Ja, dan is het moeilijk om iets te vertellen over de periode van, uh, van voor mij. Maar heeft u erover contact gehad met de vorige directeur? Over nou, hoe zij deze gegevens naar buiten heeft gebracht? Nou, we hebben wel even, even gecheckt na, natuurlijk. En uh, dat was eigenlijk, ja, het is allemaal de, de, de gegevens van voorgaande jaren. En uh, dus op een gegeven moment hebben we gezegd: van, Nou, we praten niet meer over het verleden, ik ga naar voren kijken. Ja. Maar u heeft niet gevraagd: van waarom heb je dit nou gedaan? Nee, vind ik niet interessant. De situatie zoals die nu is. En, uh, iedereen... ja, maar er moet wel een reden voor zijn geweest. Dat doe je natuurlijk niet zomaar. Nee, dat klopt. Maar ik wil het graag bij iedereen zelf laten om te kijken wat het is. We hebben zelf intern naar de cijfers gekeken. Wat we met onze investeringsmaatschappijen gedaan hebben. Met onze, onze financiers, de banken. Die weten wat de echte cijfers zijn geweest. Ja, waarom er andere cijfers dan de lijstjes zijn terechtgekomen te of niet. Ja, dat laat ik graag uh, aan, uh, aan hen. Wat zou dit betekenen voor ja, de, de, de nummer twee positie die het park nu heeft? Als je kijkt naar een ranglijst van best bezochte parken van Nederland, krijgt dit gevolgen? Nou ja, dan zullen wij misschien naar beneden gaan op de, op de ranglijst. Als we daar nu staan boven onze gezeer gewideerde collega's van Dairel. Ja, gefeliciteerd bij deze. Dan, dan duikelen we daar naar onder.